Ze is super discreet, Tanja Mintjens. Mysterie en probleem, toch volgens voetbalvoorzitter Paul Gijsens van kampioenenploeg Antwerp. Beste mensen, hebben een mooie toekomst, een lange toekomst. Moet nu nog juist, en kijk nog een keer naar de burgemeester met een kwaad oog. Dat Mintjens-probleem, die heeft me nu al genoeg aangekost. Ja, maar dat moet oplossen. We kunnen er niet onderuit, mensen. Het Mintjens-probleem, wat is er aan de hand? Tanja Mintjens is eigenaar van een deel van de gronden van het Bosuilstadion. En volgens Gijsens is zij de oorzaak voor het feit dat het bouwdossier van zijn voetbalclub dus vastzit. Dat de tribunes bijvoorbeeld niet gerenoveerd kunnen worden. De supporters zijn na die oproep van Gijsens met een petitie gestart. En Tanja Mintjens, die blijft stil vandaag. Ludwig Verduin, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben financieel journalist en ook de man achter de rijkstebelgen.be, want dat is een vaststelling. Op Google vind je heel weinig informatie over Tanja Mintjens. Die lijst dan van de rijkste Belgen geeft wel resultaat, want de familie Mintjens die staat daarin op plek 37, dacht ik. Ja, die staat daarin, want vader Mintjens, die overleden is, Karel Mintjens, die had destijds, of die heeft destijds, de grootste meubelzaak, of meubelfabriek, meubelproducent in België uitgebouwd. Die maakte alleen eikenmeubelen, toen was dat zeer populair. En in 1993 is zijn dochter Tanja verantwoordelijk geworden voor eigenlijk de verkoop en het personeelsbeleid en eigenlijk heel het administratief gebeuren in de fabriek. Mm-hmm. En haar broer was verantwoordelijk voor de productie, voor de fabriek en de machines en noem maar op. Dus ze hebben daar eigenlijk veel geld verdiend en fortuin gemaakt in die meubelindustrie. Wat niet zo evident was, hè, want er kwam in die periode, we spreken over de jaren 90, veel concurrentie uit Oost-Europa, mm-hmm. uit lage loonlanden. Maar ze hebben dat toch overleefd, ook met een beetje moeilijkheden, maar ze hebben dat toch overleefd. Maar Tanja Mintjens heeft zich wel in 2011 teruggetrokken uit de fabriek, uit het industrieel luik dan eigenlijk van heel die meubelproductie. En die heeft zich inderdaad in Londen gevestigd en heeft zich teruggetrokken uit België. Nu, vader Mintjens, alleen om het verhaal volledig te brengen, die had nogal wat geïnvesteerd in Antwerp. Dat was in een periode waarin dat er eigenlijk een soort financiële anarchie heerste. Ik bedoel, dat in die periode was er weinig geregeld over die voetbal. Dat waren meestal VZW's. Daar was geen structuur in. En ja, daar zat er ook een deel zwart geld in. Mm-hmm. Dat was eigenlijk niet transparant. Nee. En op die manier is die grond dan in hun handen gekomen van het Bosuilstadion. Ja, precies. Ja, precies. Want iedereen, als het dan plotseling slecht ging met die voetbalploegen, dan probeerde iedereen zijn veld te redden en op een of andere manier toch nog zoveel mogelijk te recupereren van die gedane investeringen. En dat heeft ook Karel Mintjens gedaan. Ja. En die heeft eigenlijk deals afgesloten waarbij dat hij de gronden in erfpacht kreeg. Ja, ja. Wat wil dat zeggen in erfpacht? Dat wil zeggen dat alles wat op de grond wordt gebouwd, als de erfpacht afloopt, dan wordt de erfpachthouder eigenaar van die gebouwen. En dat is het probleem van Paul Gijsens op dit moment. Als hij op die gronden tribunes zet, dan worden die tribunes eigenlijk na verloop van tijd eigendom van de familie Mintjens. Okay, en natuurlijk, hij vindt dat niet plezant en dat is niet zijn bedoeling. Nee. En dan kan ik mij voorstellen dat hij graag Tanja Mintjens aan de telefoon wil krijgen of graag zou willen spreken. Ja. En hij zegt daar blijkbaar zelf over dat hij haar nog nooit gezien of gehoord heeft. Nee, dat is juist, want zij houdt zich niet meer bezig met die financiële aspecten. Zij heeft een adviseur, Francis van der Hooijdonk, die dat regelt voor haar. Francis van der Hooijdonk, die ooit een van de belangrijkste zakenbankiers was in België, bij de Generale Bank, die ook een toch niet onbelangrijke rol heeft gespeeld in het dossier Lernout & Housby. Maar die eigenlijk zichzelf geprofileerd heeft als een persoonlijk adviseur van vermogende families, die op zich een goede reputatie heeft en een goede naam heeft. Ja. Maar die natuurlijk de belangen verdedigt van Tanja Mintjens. Ja. Wij hebben hem proberen te bereiken, maar hij wil ook geen commentaar geven over deze zaak. Wil dat zeggen dat hij even moeilijk bereikbaar is? Nee.
Nee, ik denk dat die mensen een beetje voorzichtig zijn. Hè, want ik zou ook niet graag de spionkop van Antwerpen over mij heen krijgen als het gaat over die tribunes en over die gronden. En ja, Paul Heijsens zegt van ik ben lang diplomatiek geweest, ik heb die strijd lang onder de radar gevoerd. Maar nu gooit hij hem wel brutaal op straat eigenlijk, of op tafel. Ja, inderdaad, want hij spreekt over het probleem, Mintjes, inderdaad. Hij betrekt de burgemeester erbij, hij roept de supporters op om actie te ondernemen. Ja. Waarom zou dat niet bespreekbaar kunnen zijn, eventueel om die gronden, om daar een afspraak rond te krijgen? Je zou verwachten dat je zoiets rond de tafel bespreekt en discreet bespreekt. Paul Heijsens heeft zijn eigen stijl natuurlijk. Mm. En die is niet bang van enige provocatie en van mensen toch ook uit te dagen. En dit is wat dat hij nu doet. Hij zegt nu duidelijk aan heel de buitenwereld van het is nu of nooit. Antwerpen heeft 2 titels binnengehaald. We staan op punt om hier een mooi verhaal te schrijven. En zij die ons tegenhouden, zullen daar moeten de gevolgen van dragen. Hij zei daar ook bijvoorbeeld... Dus hij voert eigenlijk de druk op. De druk op de burgemeester en op Tanja Mintjes en op iedereen die echt mee wil. Hij zei ook, meneer Gijsens, ze heeft mij al veel geld gekost. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, het geld is altijd een beetje relatief. Huh? Maar Paul Heijsens heeft eigenlijk in het begin, als hij in Antwerpen investeerde, deed hij dat anoniem. Hij had Patrick de Kuyper, die eigenlijk voor hem opkwam. Ja. En die werkte met de miljoenen van Paul Heijsens. Maar Paul Heijsens is natuurlijk om het plat te zeggen, iemand met boerenverstand. Hè. En die dacht van, als ik begin geld te investeren in Antwerpen, gaan al die schuldeisers naar boven komen. Gaan al die schuldeisers naar mij komen en zeggen, ik moet nog zoveel geld en ik moet nog zoveel geld. Mm-hmm. En hij wou dat eigenlijk vermijden. Hij wou dat in stilte doen, om dan, als het allemaal zover was dat niet meer terug kon, te zeggen, voilà, nu is het allemaal geregeld en je moet gewoon niet afkomen met nog bijkomende schulden. En hij heeft toen wel, in die duistere, anonieme periode, heeft hij wel een deel betaald aan openstaande schulden aan de familie Mintjens. En er zijn niet veel details over bekend. Dus, je kunt vermoeden dat daar misschien wel dat dan niet altijd even vlot verlopen is. Ja, dat daar misschien dat iets persoonlijks speelt ook, meneer Verduin. Misschien wel. Dat die familie Mintjes zegt van ja, maar 1 keer, maar geen 2 keer. Ja. Dus ja, het is een beetje woord tegen woord. En ja, als het over geld gaat, dan spelen er geen sentimenten meer mee. En dan gaat het uiteindelijk puur over harde argumenten. En ja. Maar dus ik weet niet wat daar zou kunnen meespelen, maar ik sluit dan niet uit dat er nog achterliggend een agenda is die de dingen een beetje tegenhoudt of blokkeert. Denkt u dat daar ergens op de achtergrond nu een soort van stille diplomatie toch bezig is? Ik denk dat die pogingen er geweest zijn, maar die hebben blijkbaar niet veel opgelost. En je kan van Paul Heijsens niet zeggen dat hij niet durft alle middelen inzetten als hij zijn doel wil bereiken. Ik heb het gezegd, je mag dat ook niet onderschatten, de harde supporterskern van Antwerpen, die dus nu een petitie zijn gestart. Ik bedoel, als die mensen ooit eens zouden militant worden, is dat niet plezant, toch niet voor de tegenpartij. Nee. Dus dat neemt toch een beetje minder aardige vormen aan, denk ik. Dan is die discretie plotseling zeer goed te begrijpen. Ludwig Verduin van de Rijkste Belgen.be, dank u wel.